Het Tialfstadion in Heerenveen op de eerste woensdag van de herfst. Er ligt weer ijs en daarvan wordt gretig gebruik gemaakt. Ook door de marathonschaatsers van Nefit. Het team van Erik Hulsebos bereidt zich voor op het nieuwe seizoen. Voor het laatst. Want na 10 jaar komt er een einde aan het succesverhaal van Nefit. De sponsor stopt en Hulsebos ook. Erik Hulsebos, een bijzonder seizoen ligt voor je. Jouw laatste seizoen, maar ook het laatste seizoen van Nefit. Ja. Dat moet een bijzonder gevoel geven. Ja, bijzonder. Maar aan de ene kant ook wel weer mooi. Ach, mooi. Het is wel eigenlijk ook wel weer jammer dat je stapt. Ik bedoel, het is een prachtige, mooie sport. Ik heb verschrikkelijk veel plezier gedaan. En ja, het laatste seizoen ook van Nefit. Nefit werd 10 jaar lang sponsor geweest. Nou, alles kon. We konden trainen. We konden alles, de kleding, alles was eigenlijk goed voor elkaar. Ik kon een hele goede ploeg bij elkaar rollen. Er was budget voor. Maar ja, overal komt er een. Dus Nefit die gaat wat anders doen. En ik ook. Ja, ik ben wel een beetje bezig om te kijken van... Ja, zult misschien bedrijven in die misschien de ploeg over wil nemen. En dat ik dan bij die de teamleider word, zo eigenlijk, een beetje zo gezegd. Dus om wat dingen te doen voor het bedrijf. Maar ja, dan moet je net een bedrijf hebben. Het is geen makkelijk tijd nou. Dus, maar dat, ik wil eigenlijk wel in het marathonskaarsen blijven. Ik vind het toch eigenlijk wel... Ik kan me niet voorstellen, als volgend jaar het seizoen begint... Dus volgend jaar, hè. En dat ik er helemaal niet meer bij hoor. Dat kan ik me niet voorstellen. Sjoerd Huisman, regerend Nederlands kampioen op natuurreis. Het seizoen gaat weer beginnen. Het seizoen waarin je hopelijk je titel kunt verdedigen, denk ik. Nou, voor mij mag nog wel even wachten. De kans is natuurlijk groter dat je hem verliest, dus dat hoeft voor mij nog niet. Maar we gaan ons eerst op de baan richten. En, eerst maar een eerste overwinning en dan, ja, wie weet, komen er dan nog meer. Je positie in het peloton is natuurlijk ook veranderd in het afgelopen seizoen. Ja. Ja, je bent nu, vorig jaar was ik natuurlijk geen favoriet van tevoren en nu ja, worden we wel anders naar gekeken, maar ja, we zullen wel zien. Kijk, je moet gewoon testen, kijken hoe het gaat. De eerste wedstrijd is meteen raak, dus ja, je moet meteen scherp zijn. Ook voor jou is het laatste seizoen Nefit. Wat komt er na Nefit? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet jij niet, dat weet ik niet. Nee, dat, ik weet niet, we zullen zien. Ik hoop dat er wat nieuws komt en, ja, en anders moet ik me ergens anders bij aansluiten.